Ja, sorry, ik werd eventjes afgesneden. Technisch probleempje met mijn opnameapparatuur. Dus hoe eerder dat je je hooggevoeligheid gaat gaan respecteren en de fijngevoeligheid van je lichaam gaat gaan gebruiken als een kompas, hoe gemakkelijker dat ook gaat zijn om jezelf gaan neer te zetten, om jezelf te gaan realiseren in deze fysieke incarnatie. En dan had ik ook nog een kaart gekregen. Wees dankbaar. Wees dankbaar. Nee, ja, dat ook. Maar wees dienstbaar, ook al ben je nerveus. En bij deze ga ik ook bijlezen wat erop staat. Focus jezelf volledig op je intentie om de volgende vraag te beantwoorden: hoe kan ik de wereld, en dat begint dus met eerst je eigen wereld, gaan verbeteren? En de wet van aantrekking zal automatisch zorgen voor alles wat je daarbij nodig hebt. En ik werk liever met de wet van resonantie en meer nog de wet van assumption, dus van aanneming, hoe zeg ik, waar je eigenlijk vanuit gaat dat dingen zo gaan verlopen. Dit of iets beters. En dan gaan we kijken met welke vlammen en engelen dat je deze week, of voor dit issue, afhankelijk van wanneer je de video bekijkt natuurlijk, kan gaan gebruiken. Dus aartsengel Gabriel, zoals ik daarnet ook gezegd heb, met de blauwe vlam en genade. Aartsengel Sandalfon met evolution. Dus geef jezelf de tijd, het is een proces. En aartsengel Raziel met allerlei verschillende kleuren. Dus gebruik de kleuren in je opkomt op dit moment. Met retreat. Niet dat je moet op een retreat gaan, maar wel dat je moet de tijd nemen om naar binnen te gaan. En de boodschappen van je ziel en van je team te horen. En dan nog een laatste boodschappen om terug naar liefde en eenheid te komen. Als je iemand lief hebt, wees dan niet zuinig. Het is ook niet de bedoeling natuurlijk dat je ze laat verdrinken in je liefde, maar ik denk dat je wel de ware boodschap snapt. Ware liefde gaat over het hart en de energie, nooit over woorden, fysiek contact of materiële geschenken. Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. Laat menselijke ervaringen je niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren. Omarm je kracht. Een zielsconnectie creëert kracht. Het lijkt onmogelijk om het systeem te veranderen, maar jij bent het systeem. Dus verander jezelf en zo het systeem. En de voorlaatste, zonder hart voel je jezelf als een gewonde. Maar laat dat je niet misleiden. Jij weet wie je bent. En de laatste is eigenlijk heel mooi. Doe iets voor jezelf, want als je wacht, dan eindig je met niets. Voilà, ik wens je een hele fijne vrijdag en tot in de volgende. Dag!